in deze nieuwe video een bolstar. We gaan weer beginnen straks met het geheim project. De konijnen blijven eventjes zitten natuurlijk. Ik ga eventjes wat nemen voor te eten. En dat wil ik ook Niemand trekt de plezierlijk uit van een waterkoker. Altijd is het hetzelfde liedje. Altijd. Dit wordt het. Zo. De aanval zou zeggen. Nee. En dan nemen we een bord eventjes. Een bordje nemen. Ik zie dat de arm. Ja, net. Ik zal het hoog hebben. En dan een beetje uit eten. Ik kort kunnen we beschuipen muisjes eten, hè. Als ik gepleerd ben, dan is dat heel gewoon. In België doen ze dat eigenlijk nooit, ik doe altijd doopsuiker, maar ik ben een beetje Nederlander ook, hè. Moet je verstaan. Want eigenlijk, ik heb familie ook in Nederland, dus had dus beschuitjes, dat zou wel gaan. Het is moeilijk om te smeren. In hand, hè. Zoals zijn eigenlijk. Nog heel de tijd in mijn kop, hè. Ik vlieg de hele wereld rond. Carrie Ella's komt je halen. En je hoeft er niets voor betaald, weet je. Ja, ik ken het wel, maar niet volledig, hè. Je ziet dat je in je hoofd dat je het kan zingen. Het is echt een heel grote pak muis, hè. Nee, het is geen K3-muis. Lap. Allee, de opening. Ja, nu is het beter. Ja. Nu gaan we eten. Ik geef hem plechtig over. Kijk, helemaal los. Dat is die kast die daar stond. Die staat er nog niet uit. Kijk, in nog een glazen kast als de laatste. Wat was dat? Wat zijn je
Zeker goed uit of zeker goed fout. Hè? Ja, hè. Zo ben je van alles. Je zit van alles. Echt. Die kast die we net hebben gezien, die staat nu hier aan, jongen. Echt te zien. Dat is echt een pom van dingen. Allee, dat zijn allemaal de drie kasten, hè, die we dan al hebben losgedaan. Die staan nu hier. Dat is momenteel iets wat je ziet, hè, eigenlijk. Ja, hè. We zitten nog met de hond. Ja, die wil weer de bal. Ja. Kom eens hier. Moet ik die bal weer eens pakken? Ah. Kom. Die wordt echt tussen de benen gestoken, hè. Ja, dan weet je die pakken en dan doe dat. Ha? Ja. Niet dus. Het is echt al een hele dikke geweest. Maar ik vind het wel leuk. Beetje een geheim project, hè. Dat ik altijd zeg, het geheim project. Ja, wat zijn er weer? Leuk haar. Ja. Tof, hè? Dat is die poster, hè, waar ik ook op sta. Maar ergens moet ik staan, maar ik weet niet meer waar. Sil! Van je zien is een miljoen foto's op één keer te zoeken. Oh, yes. Maar jij mag zoeken. Je mag oprollen. Je bent weg. Kijk, die muur is helemaal leeg. Kijk, zo schoon eigenlijk. En Sylvie, mama. Het zit nog in. Ik had niet gezien op dat het papier. Dat is wit, hè. Dat is eigenlijk jullie, hè. Dat zie je toch, dat hij heeft de kleur gebruikt van jullie. Hij is al fan van de toeties. Ja. En lukt het goed om ze los te krijgen, de posters? Nee. Even lekker raken nog een beetje. Oh shit. Oh shit. Stop afbreken. Ik ben goed aan het afbreken. Nu, welke vinden jullie het mooiste? Die of die? Als ik zou moeten kiezen, kies ik voor Josje. Ja, jullie was Josje. Ah, nee. Een poster met Han alleen op, dat zou zijn, hè. Een poster met Han alleen op. Moet je zo zingen uit 10.000 luchtballonnen. Sorry, oké. Okay. Ik ook niet. Ik lag dubbel toe. Maar ik moet het zeker. Een nieuwe tijdperk. Wat ik wil hebben is mijn bed. Binnen een paar weken kunnen we de nieuwe kader op. Nee. Hier komen we heen. Nee, dat weet ik allemaal daar, hè. Snap je? Ja. Ja. Of misschien ook niet, hè. Wanneer je al die handjes hier in de muur? Goddammit. Ik ging een kaartje halen in de kool, maar ik heb daar 100 euro voor. En dan heb je deze muur nog. Ah ja, hij heeft dat allemaal op film, hè? Ja. Heb je alles op film? Heb je die kast nog op film? Ja. Dat heb je wel. Tuurlijk, ik vind hem toch elke dag. Dus ja, ook met die kast, hè. Die kasten hier. Ja, ik heb toch ook, ik vind hem altijd, hè. Zo met die kast. Ja. Zo.
Moet ik hiervan ook een foto krijgen? Ja, ze wil ook een foto van alles, dus dat ze ook kan. De fotograaf van dienst. Veel Pinezen, hè? Het valt al uit. Hoe lang heb je dat in je hand? Het Pinese dingen. Of een van mijn kunstwerk. Wat heb je doen? Het mag weg. Het heeft wel de zomer ook overleefd, hè? Ja. Het was thema. Het was thema herfst, hè? Mocht voor mensen die vragen wat heeft er hangen, dat was voor hen zo te leren over de blaadjes en zo. Dus daarmee hangen dat er eigenlijk, hè? Ja, kom maar. Nu zien we de muur terug. Konijn bij konijn. Ja. Het wordt een volwassen huis. Leuk, dat was hé. Gaan de Tunijs er gemakkelijk uit? Ja, dat kan wel beter, Sasha. Ik had het niet anders gedacht. Ik zit er met moeite in, dus ook met moeite uit. Hè. Maar wat zou het geheim project nu zijn, weet jij het? Wat? Het geheim project. Van? Van ja, dat is het net, hè. Hier, huis? Ja. Aha. Wat dat is ga het? Ik lekker niet zeggen, hè. Daarom is het ook geheim, hè. Ja, wat zal je wel maar we laten wel een paar stukken zien. Maar het blijft geheim. Er zijn natuurlijk dat er fans zitten. Die op die poester. Het is de enige poster van de vijf. Ik heb ook al veel gedaan, maar dat is dan niet op. Nee, Sil heeft echt al superveel gedaan. En die zware kasten aan het scheuren. Ja. Ja, dat is al haakje Sil, die kasten. Ja, maar die waren ook super zwaar. Dat je schrok van jezelf. Ja, zeg het maar, ik heb ze allemaal gedaan. Zo was één, het was niet niks. Nee. Je hebt het gehoord, hè? Ik heb het goed gedaan. Elke stap is een stap dichter aan bij wat het geheim is, hè. Voor alle duidelijkheid, ik ga niet stoppen met K3 van zijn. Dat is een heel ander zicht. Je moet maar eens kijken. Die mag weg. En hier die? Dat is mijn kaartje, maar ik kan niks mee doen. Weg? Ja. Niet sparen. Nee. Die mag, is het de nieuwe of de oude? Van 21. Mm. Weg? Ja. Weg nog? Die heb ik nodig. Om eens deze af te spelen. Okay. Die mag je wel ergens zetten, hè. Die moet nu niet blijven staan, maar die heb ik wel nodig. Stil. Met de brode haartjes. Wat is dit? Dat hang je aan de dingen, hè. Dan heeft dat geen van licht. Voor als mijn konijn in het buiten zit, dan zie ik ze tenminste toch snuffel. Dus vonden jullie het een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En binnenkort weet je wat het geheim project was. Jullie mogen alvast eventjes raden hier in de comments.